Tentoonstelling A9-tunnel. Kunstmarkt in het Oude Dorp. Lawaai-demonstratie in de Boulder. Bijzonder bezoek uit Japan. Zomerse zondagen in de buurtkamer. Brugpieperdag van basisschool De Cirkel. In de bibliotheek is het bestemmingsplan van de A9-tunnel te zien. Wat we hier hebben, Amstelveen Informatie heet het. Er is ook, zijn alle bestemmingsplannen bijvoorbeeld van de gemeente te vinden. Alle informatie over clubs, alles wat er te doen is in Amstelveen eigenlijk, kan je hier ook vinden. In dit geval is Amstelveen Informatie, gedeelte van de gemeente Amstelveen, waarin burgers alle informatie over de gemeente kunnen krijgen, zodat ze niet naar het gemeentehuis hoeven, maar ook hier in de bibliotheek terecht kunnen. Dit stukje gaat nu specifiek over de A9. En de gemeente heeft hier diverse plattegronden, zeg maar, achtergrondinformatie en ontwikkeling. Al dat materiaal hebben ze hier tentoongesteld en ja, dat faciliteren wij. Verder is het zo dat er regelmatig door de gemeente avonden georganiseerd worden, waarbij burgers worden uitgenodigd om mee te praten over de ontwikkelingen rondom de A9. Het is nu nog in het begin, dus het is de bedoeling om het juist helemaal nog te ontwikkelen en verder uit te breiden. Ook met diverse maquettes, zodat je echt een beter beeld krijgt van hoe het allemaal gaat zitten. En het zal waarschijnlijk net zo lang lopen zoals het traject A9 gaat lopen. En zoals ik in het begin al zei, het is echt iets van de gemeente, omdat ze dichter bij de burger willen staan. En de openbare bibliotheek natuurlijk een prima plek daarvoor is. In het oude dorp van Amstelveen was op 27 juni weer een kunstmarkt. Voor de vijfde keer waren er verschillende kunstenaars die verschillende technieken lieten zien op een gezellige markt. Wij samen maken dit, dat is plezierdier. Dat is keramiek en schilderijen. Samen met mijn zus, ik ben Ineke van het Woud, zij is Mario van het Woud. Het moet heel uitbundig zijn, het moet veel fantasie hebben. En ook de schilderijen, daar moet je heel veel op kunnen zien. Antoinette Lloyd Wolkewisky. Gemengd techniek eigenlijk. Ik doe aquarel en dat is pastel. Kreet. Ik had ook oliekreetjes, maar die twee heb ik al gekocht. Letterbak schilderijen, landschapjes van de Westeinde Plas en van de zee. Ja. Dus dat is het zo'n beetje. Ja. Kijk, hoe dat zo is. En dat is met die ook. Dat is met die eigenlijk ook een beetje. Ja. Met dat drie luikje. En als je daar moet schilderen, dan was het zo van. Precies. Maar je ziet dan ook, dit is een van mijn eerste schilderijen. Het is 2007 geweest. Deze heb ik twee weken teruggemaakt en dan zie je toch al het verschil. Want deze is al veel losser geschilderd. Maar je wordt zo langzaam en ontwikkel je dat. Dat is zeker. Ja, dat is zeker zo. Nee, ik ben hobbyist. Ja, het is, als je wat verkoopt is het leuk, maar ik doe het echt ook als bezigheid. Ik vind het leuk om dit mee te maken. Het is gezellig, er zijn heel veel aparte dingen. Dus, een volgens de bewoners mega groot gezondheidscentrum van 400 vierkante meter en 9 meter hoog is er volgens het bestemmingsplan gepland waar nu een speelplaats is, midden in de wijk aan de Maritsa. Wat ik heel belangrijk vind zijn de acties dat we voeren om dit speeltuin te redden. Ja, en bij en wat we hebben gehoord over dat ze de speeltuin gaan verplaatsen is echt
heel erg schokkend. Want bijvoorbeeld, ze gaan het bijvoorbeeld daar verplaatsen waar de, kinderen geen, waar de ouders van de kinderen geen zicht hebben. En dat is heel vervelend, ja. Zeg maar. Ja, we spelen hier hartstikke ja. vaak. Ja, ik speel hier iedere vaak. Dag. Al onze vrienden wonen hier al heel vlakbij. Bij, bijvoorbeeld bij de Neptunus, bij de Tibar en hier bij de Maritza. Ja, ja. Bijvoorbeeld ons jaarlijkse picknick, ons jaarlijkse barbecue. Dat we doen, weet je nog, Marika? Ja, en dan doen we daar, zeg maar, en dan nodigen we onze vrienden uit. Ja, ja, maar dan gaan we, zeg maar, altijd barbecuen en ons jaarlijkse picknick. Dan doe ik hier, dan organiseer ik het altijd. En dan doe ik hier de picknickresten. Nou, zeg maar, het voedsel, het drinken, ja. zorg ik ervoor. Het is heel leuk om te zien hoe kinderen hier blij zijn, zeg maar. Ja. Ja. Omdat, hier ontmoeten we elkaar, zeg maar, voor het eerst. De buurtbewoners van de Maritza hebben een lawaaiactie georganiseerd op de inloopbijeenkomst in de boulder die door de gemeente georganiseerd werd. Velen van jullie actie te voeren omdat toen al een plan er was om het zorgcentrum te plaatsen op de Maritza. Toen is het succesvol, in een eerdere fase is het plan ten onder gegaan. Nu 9 jaar later zijn we al een stap verder en de gemeente heeft 9 jaar lang niets gedaan. 9 jaar lang was het tijd om een andere plek te verzinnen, om bestemmingsplannen aan te passen. En nu wordt er een plan in de Middenwaard gerealiseerd waar een heleboel huizen, kinderdagverblijven en andere gebouwen worden geplaatst waarin prima een zorgcentrum had kunnen worden geplaatst. Dat precies op de rand ligt van de wijken waar zo nodig de huisartsen zich moeten vestigen. En die kans hebben ze laten liggen. En wie betaalt daarvoor? Wij. Nee. Aan de Maritza is er straks geen speeltuintje meer. Het uitzicht van alle huizen eromheen is gigantisch verpest. Er komt een stuk minder daglicht binnen. Het gaat niet alleen om de speeltuin voor de kinderen, maar ook voor het uitzicht van de mensen eromheen en het groenvoorziening in de wijk. Dat er bebouwing is, is één ding, maar het plan wat er komt is mega. Op deze manier hopen de buurtbewoners toch aandacht te krijgen voor dit besluit, die zonder veel inspraak van de directe bewoners genomen is. En de emoties liepen daarom ook hoog op. Meneer, jij ziet er lachen. Ja, ja, hij lacht wel. Lachen. Ja, hij ziet er, schaam je niet. Nou, dat was net als de eerste fotootjes die in de krant stonden. Dat leek ook, toen heb ik nog naar het Amstelveen. Ja, toen heb ik nog naar het Amstelveens Nieuwsblad opgebeld. Want het leek wel of wij aan de rand zaten van 3 à 4 voetbalvelden. He, terwijl je zo op de bordjes kan kijken van de mensen van die drive-in woningen. We willen gewoon daar een gebouw van even. Maar het is al een bestemmingsplan van heel lang geleden. Ja. Dus het is vanaf 1970. Ja. Ja. Maar eigenlijk heb je dan het verhaal van je gedoogt zoveel jaar dat het een speeltuin is. Ja. En dan is het ook heel netjes als het dat blijft. Ja. Ja. En wij hebben deze papieren niet in de bus gekregen. Nee. Van, zo gaat het eruit zien. Nee, maar daarvoor is deze bijeenkomst. Ja. Maar ik dacht de voorlichtingsbijeenkomst was. Is het dus gewoon niet. Nee, het is meer een inloopgebeuren en iedereen kan vragen stellen en een praatje maar maken. Maar vragen aan wie dan? Nou, die meneer is van ruimte op hoor. Van gemeente. Die daar is de architect. Die kan laten zien hoe precies alles gaat worden, hoe hoog het wordt. En wij zijn van die kant tegen het gebouw, dus ik hoef veel meer niet te weten hoe hoog het wordt. Men doet lelijk tegen de ontwerper, de architect. Maar die architect heeft er niks mee te maken. Die moet een ontwerp maken. En die mensen die staan tegen die architect heel erg boos te doen. Maar dat is het niet, van mijn gevoel. Dus als het besloten is, dan kunnen wij burgerbelangen wel nee zeggen. Maar het wordt aangenomen, hamerslag, het is waar. Maar dit is aangenomen door de raad. Dus unaniem beslist. Zo heet het dan, hè? Ja. Dus we gaan alleen maar kijken hoe het gaat worden. Als het 30% tegen is, is het toch unaniem beslist.
klinkt vreemd, maar het is nou helemaal zo. U heeft het nu op de tekeningen kunnen zien. Zoals mijn man net zei, het lijkt wel een crematorium en het is gigantisch groot. We hebben een tijdje geleden al door middel van ballonnen laten zien hoe hoog het wordt, hoe breed het wordt. Ik heb er de afgelopen weken nog eens goed op gelet. De enige plek waar de kinderen goed kunnen spelen, veilig kunnen spelen, met uitzicht van de mensen die eromheen vanuit hun huis op kunnen kijken, dat is de plek aan de Maritza. Goed zo. En het belangrijkste is dat de gemeente de kans heeft laten liggen om 9 jaar lang een ander alternatief te verzinnen. En nu, voor zover zij zeggen dat het 5 voor 12 is, moet het op die plek. We hebben een aantal alternatieven aangeboden. Geen enkel alternatief werd goed gevonden, omdat het zogenaamd niet voldeed aan de randvoorwaarden. Het enige wat daarvoor nodig is, is een beetje wil en welwillendheid voor de bewoners van de wijk. En dat is er niet. En ik wil u allen vragen om nu actief lawaai te maken uit het protest. Goed zo. Nee hoor, ik denk dat wel begrijpbaar dat het is zeer begrijpelijk waarom mensen zo reageren. Ik bedoel, uiteindelijk komt er een gebouw op een plek waar heel veel mensen toch goede gevoelens bij hebben. Het is een hele leuke speelplek voor kinderen. En in dat gegeven kan ik op zich weinig doen. En ik hoop dat we een mooi gebouw ontworpen. Maar ik snap de gevoeligheid. Dus nee, ik vind het niet vervelend om hier te zijn. Ik denk dat het goed is voor mensen dat ze het eigenlijk een beetje kwijt kunnen. En daar luisteren. En daar waar het kan, proberen we het plan ook aan te passen als mensen met suggesties komen. Wij. Ja, wij allemaal hebben elkaar hier ontmoet. En ik denk het is echt een super speeltuin. Ja, geen één ander speeltuin altijd kan het vervangen. Toppie speeltuin is dit, echt. Ja. Maandagmiddag was in het gebouw van RTV Amstelveen een Japanse superster te gast. Now I'm going into the studio and say hello. Zangeres Ai Takekawa was in Amstelveen op bezoek met haar eigen cameraploeg. Ze was de gast in het radioprogramma Hello Japan. Today is the 5th of July and it's time for a new episode of Hello Japan. Today we have a special guest all the way from Japan and her name is Ai Takekawa. Charles en Kaoru interviewden Ai Takekawa over Japanse muziek over de hele wereld. Ook vertelde de zangeres over de Nederlandse reacties die zij ontving op haar radioprogramma Jay Mello. And in fact, I came here because there's messages coming into our show Jay Mello from all the way from Netherlands, all the way from here. Het bleef nog 2 uur lang gezellig druk in de studio. Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel hebben zich extra ingezet om jongeren bewust te laten worden om een startkwalificatie te behalen. Dit werd gedaan door middel van een brief en een folder. In verband met het WK voetbal zijn de fonteinen aan de voorzijde van het raadhuis oranje gekleurd. Het oranje water is gemaakt van een natuurlijke kleurstof, dus onschadelijk voor mens en dier. In verband met economische omstandigheden worden nieuwbouwplannen herzien. De 2 projecten Nifterlaken in Langerhuizen en Sonnestein 64 gaan niet in huidige vorm verder. Tevens wordt onderzocht of een plan voor een flat van 12 hoog aan de Van Heuvel-Goedertlaan Sonnestein niet kleiner en mooier kan. Ook de 100 miljoen euro als bijdrage aan de A9-tunnel is in verband met economische omstandigheden een zware opgave. De gemeente wil het bedrag terugverdienen met gebiedsontwikkeling in de zone A9. Als het aan de gemeente Amstelveen ligt, gaat Rijkswaterstaat door met de ondertunneling van de A9. Het leerlingenvervoer is een taak van de gemeente. Dagelijks maken zo'n 140 kinderen gebruik van aangepast vervoer. Amstelveen gaat ook in het nieuwe schooljaar scherp controleren of het leerlingenvervoer goed functioneert. Zo heeft de gemeente afspraak met vervoersbedrijf Klomp gemaakt, zijn er proefritten en rijdt wethouder Herbert Raad de eerste week van het nieuwe schooljaar een keer mee. Er is ruim 1,6 miljoen toegekend aan de gemeente Amstelveen door de provincie Noord-Holland. Er gaat onder andere subsidiegeld naar het jongerencentrum aan de Zetterij, naar het winkelcentrum Westwijkplein en naar de inrichting van het dorpsplein in het oude dorp. Ten slotte wordt een bedrag ingezet voor milieukwaliteit.
Dit gebeurt voor energiebesparing in woningen en de bodemsanering op verschillende plekken in Amstelveen. In de buurtkamer aan de Van der Hooplaan kunnen ouderen op zondagen terecht voor gezellige activiteiten. Het is zondagmiddag en u bent hier naartoe gekomen naar de buurtkamer. En waarom? Nou, ik ben gekomen omdat ik dacht dat, hoe dat komt, dat ik dacht dat ik het in de krant gelezen had een tijdje geleden. Dat het hier voor zang en dans zou zijn. Dus vandaar dat ik hier ben. Is het gezellig zo? Ik vind het enig met al die dames hier om me heen. En er komt af en toe tenminste nog een meneer binnen. Dat ben ik ook, Roos. Ja, er moeten nog meer mannen komen. Ik ben er ook weer bij gekomen. Mag ik u vragen, wat is uw naam? Ria Pellegrom. En u bent ook hier naartoe gekomen vanmiddag. En waarom? Nou, kijken of ik hier wat gezelligheid kan vinden voor de zondagmiddag. Heel goed. En woont u hier in de buurt? Wat zegt u? Woont u hier in de buurt? Nou, ik moet wel een paar haltes met de bus. En bus 170. Oké, dus u komt al van een stukje verder weg. En dat is toch heel leuk, ja, moet ik zeggen. Ja, ja, ik woon in de Middenhoek. Nou, ik moet er even bijpraten hoor. Ik weet hoe je mag er ook een nieuwe opzetten. Bij ons zit Dorien Meijksenaar, en onder andere ook lid van de AMBO. Die samen met de AMBO en Stichting Thuishuis Amstelveen. Stichting Thuishuis. En de buurthulpdienst. En buurthulp. Wij werken allemaal samen hier. Kijk aan. Jullie hebben deze, wij, met z'n allen hebben we deze zondag georganiseerd, hè? Ja, we gaan het proberen, want er is altijd zo'n kreet van op zondag is alles zo saai en er is niks te doen. En wij dachten, als we nou wat aanbieden, dan gaan we kijken of dat werkt, of de mensen komen. Maar dat moet ik even wennen, want je moet het doorzeggen, praten met elkaar. Je moet zeggen, nou het was gezellig, kom ook mee. Bijvoorbeeld voor het schilderen heeft nog niemand zich opgegeven, maar dat is natuurlijk ook heel leuk om te doen. We krijgen ook nog een damkampioen, daar kan je mee dammen. Dus, je hoeft ook niks, je kan gewoon inlopen, kopje koffie of thee of ik ken dus al eentje aan de advocaat, kan ook lekker drinken en nou, praten met wie je tegenkomt. We stellen mensen aan elkaar voor. We wilden weten, is, wat zijn de volgende dagen? 25 juli, of 14 dagen. 8 augustus en dan weer, dus 14 is 22 augustus. Allemaal zondagen, hè? Allemaal zondagen. Nou, van, u hoort, het is een leuk gekakel. Ja, van hoe laat tot hoe laat? 2 uur kan je gewoon binnenlopen en nou, wij dachten tot 4:30. Al vele jaren is er een traditie op basisschool De Cirkel om afscheid te nemen van de leerlingen van groep 8 in de vorm van een brugpieperdag. De leerlingen worden op speurtocht gestuurd door de wijk Middenhoven en Waardhuizen, waar zij verschillende opdrachten moeten uitvoeren. En dat allemaal terwijl ze een rugtas vol piepers met zich meeslepen. Nou, brugpieperdag is het voorbereiden op naar de brugklas gaan. Dus dingen waar ze allemaal mee te maken krijgen. Met, als ze naar de brugklas gaan met zware boekensjouwen en puisjes krijgen en met jongens leren zoenen en dat soort dingen. En dat, dat zijn ze eigenlijk mee bezig. Ik spreek altijd met vriendinnen af en dan gaan we opmaken zo. Weet je nog voor jullie ene keer? Ik spreek ook altijd met vrienden af en dan gaan we ons scheren. Waar is de aftershave? Aftershave, wow. Oh, dat is prik. Wow. Weet je dat? Weet je, dat is heel moeilijk. Oh, mijn lood. Je kan van alles gebruiken. Plak een letter aan me. Hier, ja, dat is heel goed. Nee, oké. Die hebben gewoon een plakkerig achterkantjes.
gebruik er een stuk of 5-6 niet meer, anders hebben de alle anderen niet genoeg. Stickertjes met gekke kopjes erop kun je gebruiken. Zijn de onderwerpen zelf gekozen? Ja, helemaal zelf gekozen. Jullie laten we ze vrij in. We hebben wat bladen gekocht, dus voor de meiden van die typische jongensbladen. En voor de jongens meisjesbladen. Nee hoor. Gewoon agenda maken. Jij hebt twee mee? Nee, staat aan die agenda dan. De dagen van de week. Zo, heb ik voor de jongens? Ja, daarom. Ja. Heb je al een groepje gehad? Ja. Wij hebben al twee groepen gehad. En die moeten puistjes uitknijpen. En soms weten ze helemaal niet hoe dat moet en waarom krijg je een puistje. Dat is ook zo vaag. We hebben er lekker mayonaise in gestopt en ketchup. Lekker goor. Wat? Een puist. Dat is wel cool. Sommigen denken dat met eten, door iets niet te eten, dat het lekker je niet krijgt. Het meest opvallende antwoord was geen seks. Oh, dat kun je het ook heel goed. Vind je vet? Geen seks. Geen seks, dan kan je het voorkomen. Ja, dan kan je het ook door voorkomen. Serieus? Ja. Maar uiteindelijk kwamen ze er toch wel achter dat door de huid goed schoon te maken, dat dat toch wel een hele goede tip is. Ja. Dat is te groot. Ja! Hij is al... Goed. Mogen ze één aardappel inleveren? Hey, Floppie. Ze hebben 24 aardappels bij zich. En als ze de vraag ook goed beantwoorden, dan mogen ze de vraag ook nog één aardappel inleveren. En wie op het eind van de dag de minste aardappels in zijn zak heeft, die heeft gewonnen. Ik heb hier, nee, dat moet nog niet. Oh, je moet het hier lichtjes al schuren, gekke. Echt? Oh, waarom? Weet ik niet. Ik had het beter zo. Zou je het leuk vinden? Nee, maar dat heb ik geleerd zo. HD is het hoor, hé. Ja, oh, dat is de aantal kranten goed uittellen, want als je ook bij je baas bent, mag je niet terug naar het kantoor om een extra krant te halen. Goed. Wat was het leukste? Puistjes uitknijpen. Ja. Ik zat er bij die juffen. Ketchup. Ja.